Goedenavond, we gaan weer verder met de Spelen in Barcelona. We gaan naar Studio Barcelona. Mag ook wel om 22:55. Goedenavond, Mart. Dag, ik. Hele interessante toevalligheid. Jij reist af naar Barcelona en plots vallen de gouden medailles uit de lucht. Is dat een toevalligheid? Ja. Ja, daar vraag je om. Maar de sporters, hè, daar gaat het om. En vanavond was het dus weer raak. En herleven de tijden van Pau de Montage, mag je je afvragen. 2 dagen achter elkaar. Gisteren zilver, vandaag goud. En u bent benieuwd wat er gebeurde nadat Jos Lansing die fantastische rit had afgewerkt. Hoe was de blijdschap? Hoe ontlaadde alles zich? En hoe feesten paardenmensen? Daar gaan we naar kijken. Siert de Vos was erbij. Kijk naar deze reportage. Prachtig. Na de eerste omloop ging Nederland aan de leiding. Piet Rijmakers was 's ochtends foutloos gebleven. Hier krijgt hij 4 strafpunten. En hij gooit er dus 1 balletje af, maar daar bleef het bij. Ik kom over 5 en kreeg er 1 meer dan vanmorgen op het water. En daarna was het natuurlijk een beetje, dus omdat ze alles gaf op het water, een beetje bang. Ja. En met de driesprong kwam ik misschien net wel veel, ja, misschien net wel veel grondtempo. Hè. Maar goud voor de landenploeg zit er nog steeds in? Ja, daar zit er nog steeds in. Oké. Okay. Donderen door. Jo? En dan is het de beurt aan Bert Romp. 'S Ochtends de slechtste Nederlander met 11 strafpunten en 3,5 wegens tijdsoverstrijding. En in zijn tweede ronde gaat het niet veel beter. Want Waldo weigert met Bert er bovenop. En in deze omloop komt hij in totaal uit op 25,75 strafpunten. Na nog een weigering. En de vraag was dan ook, Bert, bleef er nog wat overeind. Maar Bert was teleurgesteld en daar had hij geen antwoord op. Dit is Jan Tops. Meestal rijden de combinaties 's middags beter dan 's ochtends, omdat de paarden het parcours kennen. Hier niet. Normaal gesproken is het andersom. De paarden al een keer parcours gezien heb. Ik neem aan dat nu de paarden raken vermoeid. Het is op het moment zeer warm. En ik denk dat de conditie ook veel met paarden een rol speelt. En dan Jos Lansink en de concentratie. Op dat moment is Erik Navet voor Frankrijk bezig. De laatste man namens Frankrijk dat op dat moment op de tweede plaats staat. Maar Navet gooit er al 1 af. En Lansink is bezig met de concentratie van Egano. Een oefening om het paard aan de hindernissen van straks te laten wennen. Met Navet gaat het niet goed. 8 strafpunten. En hier weer 1. 12 dus. Super. Het is 3 af. Komt voor ons niet beter. Het is jullie voor hem. Ja, gelukkig. Donder, ja. Maar anders was de druk voor Jos wel heel groot. Zegt Piet Rijmakers. En dan Jos Lansing zelf. De laatste ruiter van 72 ruiters. Het publiek houdt de adem in. Oostenrijk inmiddels op een 2e plaats. En een bijna weigering. En bondscoach Hans Horn, bij wie het hart even stilstaat. En dat blijft Jos Lansing voor de 2e keer foutloos. En wint Nederland voor het eerst in de historie in het landenklassement een gouden medaille. Extra. Hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk goed, hè. Maar ik ben er al niet helemaal boven van uit. Het is echt super, hè. Ja, ik mag geloof ik 1 foutje maken, maar je hebt gezien aan de voorgaande combinatie. Een foutje in deze parcours is natuurlijk heel snel gemaakt. En als je de druk erop staat en weet op een kampioenschap, dan gaat het veel vaak mis. Maar ik heb het gelukkig gedaan. Dan ging er even wat mis met het podium. Even wachten. En deze combinatie deed buiten mededinging mee. Maar uiteindelijk horen we het Wilhelmus. En dan, wat u niet zag vanmiddag. De gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars en de ereronde.
En zoals altijd besluiten we dit beeld met de Bobo's. We moeten eigenlijk op de ruiters wachten, want dat duurt toch 30 minuten? Nee, dat is te lang. En ik stel voor dat we nu alvast op onszelf proosten. Dat doen we straks op de ruiters. Ja, op de overwinning dan. Proost. Ja. Proost. Ja. Op het Nederlands goud. Ja, even naar voren komen, niet zo van laten verlopen. Hoe ontwikkel je die feeling voor waar je moet zijn waar het goud valt? Nou, kijk, ik heb natuurlijk zo mijn favorieten en ik ken mijn sporters. En ik heb natuurlijk ook mijn lijstje gemaakt. En ik heb ook van tevoren uiteraard een lijstje gemaakt waar ik wel en niet grote dingen van verwachtte. Daar is natuurlijk eindeloos over gevraagd in het voortrekken. Ik heb er nooit antwoord op gegeven, maar het lijstje heb ik nog steeds. En waar gaat Bolhuis de komende dagen nog heen dan? Dat zegt Bolhuis nog niet, want dat vind ik, dat brengt ongeluk. Ik ga rustig mijn eigen gangetje. Ik kies iedere dag mijn eigen dagprogramma uit. Maar hoe laat vertrekt u morgen? Het is wel zo. Dat, nee, ik doe geen enkele voorspellingen. Die paarden in die Heineken-tent, hoe komen die daarin? Ja, daar gaan we nu eens even over praten. Ik vind dan minstens dat we één zo'n viervoeter, één zo'n mooi dier in die Heineken-tent moeten lanceren. Al is het maar dan om daar die paarden voldoende eer te laten krijgen. Want laten we eerlijk zijn, het zijn fantastische beesten. Is de telefoon kapot? Nee, mijn telefoon is niet. We staan al een minuut te praten en niet gebeld. Nee, maar de telefoon wordt wat rustiger. Het gaat wat langer naar het eind van de spelen toe. Het wordt allemaal wat rustiger. Er zijn natuurlijk wat minder competities. Daarbij is de hele organisatie natuurlijk wat geolieder geworden. Het gaat allemaal, dacht ik, redelijk. Ik ben blij dat ik tot nu toe nog niet de indruk heb dat er echt hele grote fouten gemaakt zijn. En ik hoop dat we het zo houden. André Bolhuis, de chef d'équipe en een beetje tandarts, want dat is die, die weet natuurlijk met goud om te gaan. Kon je ook nog hier in de hoekjes zien, hè? Daar zat het nog. Goud, was dat niet van tevoren weggelegd voor de heren van het Dream Team? Dan heb ik het over de Amerikaanse nationale basketbalploeg, de profs. Zij begonnen om 10:30 tegen Puerto Rico. En hoe voel je je als je als Puerto Ricaanse professional tegenover die grote namen komt te staan? Moest kijken wat er gebeurde vlak na het begin van de wedstrijd. 11-0 is het voor Amerika. In het wit de mannen van Puerto Rico, die vrijwel allemaal uit Amerika komen. Ewing heeft de rebound. Magic is gelukkig weer terug, paast rustig. Bird kijkt, zal ik hem 3 punten gooien, maar hij mist. En dan is daar Michael Jordan die hem er rustig in legt. En zo loopt Amerika weg en denkt iedereen in het stadion, zouden die kerels nog kunnen scoren? 13-0. En hebben nog geen 4 minuten gespeeld. Daar loopt het stadion dus helemaal voor uit om dit te zien. Die jongens in de donkere shirt, Ewing pakt die bal dan af. Maar ze gaan ook wel eens te ver, dan gaan ze goochelen. Dan missen ze. Hoe kan het, hè, zou je zeggen? En nog een keer goochelen en nog een keer missen. Puerto Rico gaat er dan vandoor. En zouden zij kunnen scoren? Het is 13 punten verschil. Magic, Bird. En zo lopen ze naar 15-0. Straks pakken we wel weer op hoe het met de Puerto Ricanen gaat. Want zij kunnen absoluut niet verliezen. Ze waren 6 jaar geleden met een groepje waarvan wij in Nederland, in de Nederlandse sportwereld, zeiden van, die zijn gek. Die zijn echt gek. Dat is een sekte. Die trainen zich helemaal het lep lazeren, staan de hele dag in de bankras te spelen en hebben een idee dat ergens in 1992 moet uitmonden. We volgden de volleyballers op de voet. Zeker vanmiddag. Om 2 uur zagen we dit beeld. Arie Seelentjer zou ze naar het beloofde land leiden. Zomer 1992. In Barcelona moest het allemaal gebeuren. Want daarvoor hadden ze 6 jaar opgeofferd. En er kwamen scheuringen. De coach ging en de coach ergerde zich vandaag over de zaal waar afgebroken werd terwijl er moest getraind worden. En hij ergerde zich dat er mensen rondliepen. De spelers inmiddels trainden heel rustig en lachten. En de coach werd boos. Wie zijn dat? Vraagt hij. Zijn die van ons? En dus stuurt hij 2 Italiaanse journalisten weg. Want het is de laatste en belangrijkste training voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd die ze ooit moesten spelen. De jongens van die sekte. De jongens die geloofden in Barcelona 92. Ja, de coach ging en spelers gingen naar Italië. En spelers kwamen ook weer terug. En zo werd een ploeg samengesmeed die het in Barcelona moest maken. Maar tot nu toe ging het niet. Ron Zwerver traint mee, dat wil zeggen hij staat er, want zijn voet is ernstig geblesseerd.
5 keer per dag wordt hij behandeld. Maar hij heeft pijn. De coach geeft aanwijzingen. De spelers volgen hem nog altijd. Ooit zijn ze die reis begonnen. En nu moet het gebeuren. Het is de laatste training voor de wedstrijd tegen Italië. Nauwelijks een etmaal voor die partij. Ik geloof dat boeiend niet eens meer het juiste woord was wat ik daar vanmiddag heb meegemaakt. We werden gedoogd. Het was een geste van de Nederlandse volleyballers aan ons. Maar Arie Seelinger had gezegd, er wordt met niemand gepraat. Het zijn mijn orders vandaag. En overigens, Ron Zwerver zal morgen, voor zover het zich nu laat aanzien, spelen. Zullen we het hopen? Morgen zijn we er zeker live bij. Nederland-Italië, de wedstrijd. Positive thinking, hebben ze wel eens gezegd. En Nederland is niet zo met sport. Maar laten we het nou maar eens wel doen. Is Nederland met sport als het Nelly Coman aangaat? Nelly zei nadat ze uitgeschakeld was voor de 100 meter... ik kom terug en ik zal ze wat laten voelen. Want in die 4x100, daar had ze er plaatsje. Maar wat gebeurde er vanavond met Nelly Coman? Kees Fontan. Vanavond 7:15. Nelly Coman spoedt zich vanuit het Olympisch dorp naar de luchthaven van Barcelona. Iemand van het NOC heeft hier naartoe gebeld. Nelly wil naar huis. Ze is geblesseerd. De KNU betaalt alles. Ik bedoel de NOC. Nelly heeft de 400 meter estafetteploeg verlaten. Gisteren tijdens de training heb ik, ik weet niet of het gescheurd is. Ik denk het wel. Kon ik ineens niet meer lopen. We zijn naar het ziekenhuis geweest, hebben opnames gemaakt. En vanmorgen heb ik getraind, maar ik kon niet versnellen. Het deed verschrikkelijk pijn tijdens het inlopen. Ja, hebben we het maar besloten om naar huis te gaan. Waar zit het precies? Hier. Het is eigenlijk quadriceps, hè? Ja, quadriceps. Niet de iliopsoas, dus hier precies. Dat moet ook voor die andere van die estafetteploeg een klap geweest zijn. Ja. Ja, we hebben toch bij elkaar gezeten. We hebben lekker uitgehuild en ik heb ze de moed ingesproken. Ik hou wel contact met ze. Maar er is niks aan te doen. We hebben gezegd, ja, mijn gezondheid gaat voor. Ik bedoel, ik kan wel gelopen, maar om verder iets te scheuren heeft geen zin. Je hebt toch geen zin om nog langer te blijven hier? Nee, is te emotioneel. We hebben vanaf oktober werken er naartoe en dan 3 dagen voor de wedstrijd niks kunnen doen is ook niks. Nee. Het was aardig, die groep werkte lekker samen. Gaan jullie door? Ja, we gaan door. Ik bedoel, als die meisjes terug zijn, houden contact met elkaar. En we willen gewoon verder gaan voor Stuttgart. Want je kunt toch zeggen dat jij, op jouw leeftijd, als de mentor van de ploeg...
het ook lekker deed, hè, hier in Barcelona. Jawel, ja, ik ben wel een beetje teleurgesteld natuurlijk. Ik had mezelf wel in de halve finale verwacht. Maar ja, dat draai je niet terug, slechte baanindeling. Maar het is allemaal gebeurd, maar ik zou tegen die meisjes, de 100 meter is niet het belangrijkste voor me wat ik hier ben. De estafette, en dan zie je dat het net misgaat. En ja, het doet pijn. En ja, wat ik al zeg, je kan er niks aan doen. Hoe was het afscheid uit het dorp? Ja, ja, we hadden al gehuild hoor, maar ze hebben me naar de taxi gebracht en we hebben elkaar omhelst. Ik heb mijn troetelbeestje daar achtergelaten. Dat is Esta, dat is een kleine panter. Die heb ik voor mijn verjaardag van die meisjes gekregen. En die houden zij totdat ze terug zijn als steun. Ga je naar de televisie kijken? Wordt heel moeilijk. Ja, ik zal het proberen, maar ik denk het bijna niet, nee. Ik kan gek gaan in sport, hè? Terwijl wie is er te praten, heeft Nederland de tweede gouden medaille gewonnen. Oh, ja. Met wat? Met de team paardenploeg. Oh ja, dat zat erin. Oh, gefeliciteerd jongens. Ja, leuk. Goed. Nou, jij succes en sterkte wel eens. Oké, dankjewel. Adios. Adios. En Nel heeft dit waarschijnlijk zojuist zelf gezien. En als je thuis bent, Nel, goed gehouden, kranig, prima. Waren we er niet fantastisch aan gewend dat de vrouwenhockeyers, die kwamen altijd wel met een medaille thuis. Maar dit keer ging het niet. Het ging helemaal niet. En vanmiddag in totale anonimiteit moest er gespeeld worden om ergens een plaatsje achter in het peloton. Canada was de tegenstreefster. John van Vliet zat erbij. Het was zo'n dag waarop niets lukte bij de hockeyvrouwen. In de eerste helft miste Oranje 5 panklare kansen, een corner en een strafbal tegen Canada. Niet voor niets noemde Roeland Oltmans de plaatsingswedstrijd voor de 5e plaats de zwaarste van het toernooi. Uiteindelijk brak een strafcorner in de tweede helft de Canadese defensie. Die wordt hier geboren. Carina Bellinga is het er mee eens. Carina Nieuwenhuizen schuift aan. En dan stopt niet Bellinga, maar Annemiek Fokke en Helen van der Ben. Die scoort voor Oranje. Kijk eens naar de blijdschap in dat gezicht. Een herhaling. En het is makkelijk schieten voor Van der Ben. Twee lijnverdedigers, maar de keepster die ligt te laat. En dan kan ze eenvoudig 1-0 aantekenen. Annemiek Fokke was de vervangende stopper voor Carina Benninga. Bij deze variant. Nieuwenhuizen paast op Wietske de Ruiter. Die vindt naast zich Florentien Steenbergen. Die krijgt de bal van Ingrid Wolf. Steenbergen begint aan een solo en besluit dan gewoon zelf te scoren. De eerste veldgoal van Oranje, gemaakt door een verdedigster. En met deze 2-0 overwinning speelt Oranje donderdag om de 5e plaats tegen Australië. 2 jaar geleden speelden deze teams nog de finale van het WK. Nu gaat het om een Olympisch diploma. Er zijn ploegen, sporters, sportvrouwen, sportmannen die hierheen komen. Die zeggen, nou, voor de 5e plaats, daar teken ik voor. Je komt naar de Olympische Spelen, dan heb je wat voor ogen. De Amerikaanse vrouwenvolleybalsters komen voor een medaille. Goud moet, de rest is nog meegenomen. De Nederlandse vrouwen zijn eigenlijk pas bij elkaar 1,5 jaar, zijn aan het klimmen en hadden tegen elkaar gezegd, bij de eerste 6 komen is fantastisch. De wedstrijd tegen China was fantastisch en vandaag mochten ze tegen de Amerikaanse spelen. De laatste bal van de wedstrijd zag er als volgt uit. Amerika was aan surf. Sato op 14-7. Vierde set, tweede set gewonnen door Nederland. En daarna lukte het niet meer. Het verschil tussen 1,5 jaar bij elkaar en meer dan 4 jaar. Willen winnen of bij de eerste 6 willen eindigen. Daarna konden we praten. Eerst de Amerikaanse, die waren gelukkig. Ja, het leek wel of we een beetje op waren. Of we te veel gegeven hadden tegen Cuba of tegen China. In ieder geval, het kwam er vandaag niet uit. We konden wel een set pakken. En dan denk je van nog van, nou ja, het gaat door. Maar er werden te veel individuele fouten gemaakt om het niveau vast te blijven houden. Nou, ik denk niet dat het met moeheid te maken heeft. Zij zijn natuurlijk ook moe, ook geestelijk en fysiek. Dus ik denk dat we allebei even moe zijn. Het is niet goed om dat te zeggen. Maar misschien dat er voor ons toch al iets was van, nou, wij zitten bij de eerste 6. Ik weet niet of dat heeft meegespeeld, maar... We missen kracht ten aanzien van de Amerikanen. Zij hebben meer wedstrijden op dit niveau gespeeld. Het is voor ons allemaal nieuw. En wat nogal belangrijk is, dat zij een enorme team spirit, fighting spirit hebben kunnen opbouwen. Omdat zij hier naartoe zijn gekomen om een medaille te halen. Wij zijn hier naartoe gekomen om bij de eerste 6 te spelen. Dat was onze doelstelling.
Want het was een realistische doelstelling. We hebben dat gehaald. En dan moesten we dus weer verder gaan en een nieuwe doelstelling maken. Nou, dat is heel erg moeilijk, blijkt dat. Om weer een stap verder te maken. En ik denk dat dat eigenlijk de reden is dat we het vandaag toch niet helemaal konden maken op het eind. Maar zit sport zo simpel in elkaar? Is het reduceren, deduceren? Ja, ik denk het wel. Op dit niveau is het heel simpel. Je zag het ook in de wedstrijd al. Het was een pure match-up. Zij hadden hun opstelling zo gedraaid om Henriette op drie blokkerers te krijgen. Ik pas het aan in de tweede set. En zij konden het niet doen, daarom winnen we de tweede set. Zij draaien weer de derde set weer door. Wij passen ons ook weer aan, dus het was een spelletje van kat en muis. En wij zaten in de vierde set zaten we op de voorhand. Maar alleen, ja, we waren eigenlijk al een beetje geslagen. En de Amerikanen hadden ons perfect bestudeerd. Overal waar wij normaal sloegen, daar zaten zij. Er werd ook heel veel verdedigd. Het was een beetje vechten tegen de bierkaar, zeker in die vierde set. We gaan vandaag of morgen gaan we deze wedstrijd analyseren en bespreken. En dan gaan we de nieuwe tegenstander analyseren. En dan gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Ja, ik was heel rustig, omdat ik natuurlijk de tegenpartij moest blijven analyseren. Want zat het erin. Het zat in die match-up van hoe staan we tegenover elkaar. En ja, vanuit die ontspannenheid kon ik vandaag denk ik toch vrij goed coachen. Alleen ja, op een gegeven moment, we hebben er alles in gestopt vooraf. Tijdens het coachen kan je sturen, maar je kan ze niet iets laten doen wat onmogelijk is. En dan zie je... En wat was dan onmogelijk? Nou, onmogelijk was op een gegeven moment dat wij de druk die de Amerikanen op ons legden, dat we eigenlijk dat we er overheen zouden kunnen komen. Dat was op een gegeven moment niet meer mogelijk. En dan blijven we zoeken. We kwamen nog terug. De Amerikaanse coach zei net dat de kwaliteit van Nederland ook heel goed zichtbaar was bij 14-5, bij 14-6 achter. Daar speelden we formidabel volleybal. Alleen ja, die ene punt van Amerika en hun wens om die gouden medaille nog een keer te halen of een medaille, die was zo groot. Ja, dan gaat het een keer fout. Wat kan een coach nu doen op het moment dat hij nu, dinsdagavond, met zijn ploeg terugkomt in het dorp en de wetenschap heeft dat er nog een wedstrijd is? Ja, dat is heel simpel. Dat is niet alles of niks. Dat is gewoon weer de nieuwe wedstrijd voorbereiden. Je krijgt een team tegen je wat ook verloren heeft. En als het Brazilië is, is het voor ons een revanchewedstrijd. Ja, en als het Japan is, dan is het een enorme deceptie voor Japan dat ze het niet gehaald hebben. En dat is een volkomen open wedstrijd weer. Dus ik bereid mijn speelsters gewoon voor op een hele nieuwe wedstrijd. En de laatste wedstrijd van het toernooi. En dat wordt een kraker natuurlijk. Laat je ze nu vanavond met rust? Ja, ze zijn vanavond laatst met rust. We zullen morgenochtend weer trainen. En dan bereiden we ons via de video en de scouting weer voor de finale wedstrijd. Zei Peter Murphy, topcoach. En als die meiden bij elkaar kan houden. Amerika, 4, 5, 6 jaar bij elkaar, dat moet toch lukken. Helemaal het andere deel van Barcelona was vanavond een Nederlander bezig. Helemaal in zijn eentje in een fantastisch grote boksring. En wat daar allemaal gebeurde, kijk en huiver mee. De Nederlandse sportwereld, voor zover mogelijk, was aanwezig in de bokshal die een 21-jarig jongen geboren in Turkije op zijn kop zette. Zou hij kunnen winnen van een nummer 8 van de wereld, Orhan Delibas. Geboren in Turkije tegen Raul Marquez. En Delibas deed het goed. We zag ook Elvira Becks. We zagen al die andere Nederlanders te midden van de Amerikanen die zeker waren van goud voor Marquez. Dit is Delibas op de rug gezien. Oersterk. De eerste ronde verloor hij tot mijn verbijstering. En daarna droogde hij Raul Marquez met echt boksen af. Dit is de slotfase van dat gevecht. En daarin laat Delibas zien dat hij ook gewoon hard kan stoten. Dit is pa Marquez. Ontgoocheld. Hij weet het. Zijn zoon gaat verliezen van deze 21-jarige Arnhemmer. Marquez steekt zijn hand op. Maar het is een beetje wanhopig. Hij weet dat hij kansloos is. En dit is Orhan Delibas en weer André Bolhuis. Hij heeft nu al brons, Orhan Delibas. En Marquez heeft niks. De winnaar is een Nederlander. Ik dacht dat ik vanaf de eerste ronde met kopje erbij had gebokst. Maar dat bleek niet zo te zijn, want ik stond achter met 5-2. En de tweede ronde moest de buik erin. En de derde ronde helemaal, 300%. Maar ik vond dat je de eerste ronde eigenlijk ook dichterbij was, omdat je verstandig bokste, omdat je beter bokste, uitstappen en dergelijke. Ik had ook meer punten gescoord, maar dat bleek niet zo te zijn, want ik lag 3 punten achter. Hij had 5 punten, ik had 2 punten. En ik snapte dat niet. De trainer ook niet. En de trainer zei van, goh, ze gaan het weer flikken. Want hetzelfde verhaal is ook bij Rijnmond gebeurd. En toen moest de buik erin. Luister, was het opdracht om de eerste ronde van hem weg te blijven, uit te stappen, tactisch te boksen? Ja, dat was wel de opdracht. Ik zou links van hem weggaan, omdat hij rechts voor staat.
En ik zou gewoon op zijn maag met rechts erin zou ik punten gaan scoren. Dat heb ik keurig gedaan. En tweede ronde helemaal, derde ronde heb ik alles gegeven wat ik hem had. Het is toch wat, hè? Boksen tegen een Amerikaan, want Amerikanen hebben altijd goede boksen op Olympische toernooien. En de tweede en derde ronde was je gewoon de veel betere man. Ja, dat moest wel, want ik had geen andere keus. Ik wou per se een medaille winnen. Maakt niks uit wat voor medaille, maar ik wou een medaille winnen. Dus ik heb geknokt voor wat ik waard was. Maar niet alleen dat, je hebt, vind ik, gebokst. Het scoren en dan uitstappen, ik vond het grote klasse. Ja, bedankt. Voor het groot compliment. Wat een enige jongen. Die heeft dus ook alweer een medaille. Zullen we nog even terug naar die basketbalhal? Kijken hoe de Amerikanen aan het goochelen zijn met Puerto Rico. Straks was het 15-0. Amerika speelt hier in de donkere shirts. Dit is His Ernest zelf. En het is op het ogenblik 71-44. Dat betekent zo'n beetje de gemiddelde stand als er nog 17 minuten te spelen zijn in de tweede helft. Zo'n 30 punten verschil. En die Puerto Ricanen zijn niet slecht hoor. Die kwamen door het voortoernooi van Portland heen. Speelden daar heel cocky eigenlijk tegen de Amerikanen. Wilden ze met gelijke munt terugbetalen. Met de Amerikanen, ja. Die speelt ook tegen de naam. Hier is Magic. En die legt hem er met zijn linker in. Wat een leuke bal. Want hij maakte de schijnbeweging met rechts. Hij speelt dus weer. Hij heeft twee wedstrijdjes aan de kant gezeten. 71-47 op dit moment voor de Amerikanen. En ik denk dat we later op de avond terugkomen. En dan kunnen we iets meer vertellen over die ploeg van Puerto Rico. Dit is hun beste man, Ortiz. Die heeft zelf in de Amerikaanse profcompetitie gespeeld. Maar hij heeft een grotere broek dan een schot. Even kijken wat Magic hier goochelt. Oh, hij neemt een driepunter. Dat kan ook. Magic zegt hartstikke bedankt. 74-44. 30 punten verschil. En zo gaan de Amerikanen door. Maar het is dinsdagavond, weer een medaille erbij. En eens kijken hoe het medailleklassement er dan nu uitziet. Het medailleklassement na vandaag dinsdag de 4e augustus. Het gors nog steeds duidelijk bovenaan. 1 keer goud vandaag, gewicht even mannen. Verenigde Staten 1 keer goud, taekwondo. Duitsland ook 1 keer goud, taekwondo. 4e plaats China met 2 gouden medailles. Schoonspringen heren en tafeltennis heren dubbel. Opvallend in de top 10 Korea. Vandaag 4 keer goud. Badminton heren dubbel en vrouwen dubbel. Boogschieten en taekwondo. Nederland geklommen naar de 17e plaats. 2 keer goud. Vandaag landenteam springen. Jos Lansing, Pieter Heijmakers, Bert Romp en Jan Tops. En dan moet ik nog één ding bij zeggen. Als u de prijsuitreiking heeft gezien, heeft u Bert Romp niet op het schavotje zien staan. En er zijn mensen die zeggen van ja, je begint toch met z'n vieren. Er is een regeling dat als de punten van Bert Romp opgeteld werden bij het totaal, dan zou Nederland meer strafpunten gekregen hebben dan de op de tweede plaats staande Oostenrijkse ploeg. En daarom, helaas voor hem, mocht hij er niet bij staan. Dit was de dinsdagavond. We hebben weer goud erbij. En wat zal het een feest zijn in die Nederlandse club. En gelukkig dat ze de paarden toelaten. Heren Ruiters, voor u is Barcelona vanavond. En dit was het hier vanuit Catalonia.